Als u denkt aan luxe goederen, wat is dan het eerste dat in u opkomt? Een Rolex, caviar, misschien wel een jacht. Een aantal inbrekers richt zich op iets anders. Merkzonnebrillen. Op 25 april krijgt een opticien aan de Els in Waalwijk bezoek van twee mannen. 'S nachts, om 3:30, met een grote steen. Door het veiligheidsglas duurt het even voor een van de mannen naar binnen kan. Hij graait meteen zoveel mogelijk zonnebrillen bij elkaar. Ze verdwijnen razendsnel. Mooi dat hij hier even verder op ons afkomt, dan zien we hem iets beter. Het lijkt even of hij het genoeg vindt, maar nee, er is nog een vitrine die stuk kan. Hier de schop en een nieuwe ronde zonnebrillen stelen. Het gaat niet zachtzinnig. Ondertussen gaat het alarm af, dus ze zijn na 2 minuten weer weg. De man stapt achterop bij zijn handlanger en ze zijn weg uit de winkelstraat daar in Waalwijk. En zo is de eerste inbraak een feit. U zag de bewakingsbeelden met daarop in elk geval één van de twee daders. En het bleef niet bij deze inbraak hier in Waalwijk, want ruim een week later is het weer raak. Deze keer in Goes. Op dinsdagochtend 3 mei komen opnieuw twee mannen op een scooter naar een filiaal van dezelfde keten, nu aan de Langervorststraat in Goes. Deze keer zijn het alleen beelden van buiten de winkel. In de verte zien we ze eerst de deur ingooien, ook nu met een steen, en ook nu gaat dat moeilijk. En dan intrappen. Kijk of u iets herkent aan deze man. En met een tas naar binnen. Inderdaad, mogelijk zijn dit dezelfde daders als in Waalwijk. En na een paar minuten komt hij weer naar buiten. Het duurt even voor de zonnebrillen en de man weer op de scooter zijn gehesen. En met z'n tweeën gaan ze er weer vandoor. Er is één moment waarop het gezicht van de bijrijder vrij goed te zien is. In die korte tijd in Goes werden er alleen al zo'n 150 dure merkzonnebrillen meegenomen van bijvoorbeeld Porsche, Tom Ford, Gucci en Burberry. Als zulke zonnebrillen sinds eind april, begin mei opeens veel goedkoper werden aangeboden, moet u dat even laten weten. En dan is er nog een aanknopingspunt. En dat is de voorverkenning die dit soort inbrekers vaak doen. Eerst even in de winkel kijken of er iets te halen valt en waar de spullen precies liggen. Als u zoiets is opgevallen voor 25 april in Waalwijk of voor 3 mei in Goes, dat er mensen verdacht de situatie inschatten, en misschien wel iemand die leek op deze dader, geef dan alstublieft uw informatie door.